Als je in een cave zit genaamd Cavern of Chaos, is zo'n vloertje van vrede en rust toch niet zo verkeerd, of wel soms? Goedemiddag allemaal! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20. Ja, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij in de laatste wereld terechtgekomen, de Wistful Wilds. Hoop dat ik dat goed uitspreek, want anders heb ik een heel groot probleem. En zijn wij er dus achter gekomen dat we hier ook weer heel veel treasures kunnen vinden. Maar ook dat het heel erg gevaarlijk kan zijn. Zoals dat we dus achter zijn gekomen dat we hier nou in de Cavern of Chaos zitten, die levensgevaarlijk is. Nou, we zijn één Pikmin in totaal kwijtgeraakt en we hebben weer een Pikmin terug kunnen krijgen. En we kunnen hier weer wat extra aanvalsteams krijgen. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Nou wil ik eigenlijk geen extra witte hebben. De reden hiervoor is, witte hebben we niet echt veel meer nodig. We hebben er 88. Dat is meer dan zat. En ik vind het wel jammer dat witte niet zo'n enorme grote functie hebben als wat de paarse eigenlijk dus zeg maar hebben gekregen. Dus hier is eigenlijk niks te vinden. Misschien dat hier wel flintbeetles zelfs nog waren. Tenminste, zo'n idee had ik wel. Ja! En wij weten wel flintbeetles, die kunnen niet alleen nectar droppen. Oh, het zijn er twee. Concentratie. Ik weet dat jullie potions kunnen droppen. Kom op. Waar is hij? Daar is hij. Oké. Goed, we hebben twee red potions. De gewone flintbeetles die droppen altijd rode potions. En de poisons die droppen zeg maar de purple potions. Dus oh, dankjewel. Maar is hier de glitch eigenlijk niet nodig voor de red potions? Want red potions, ja, daar hebben we nog boven de 10 voor. Dus daarvoor gebruik ik daar nou de glitch eventjes niet. Nou weet ik toch zeker dat hier ook nog zo'n poisonous zat. Dus ik wil eventjes mijn paarse team eigenlijk... Wacht eventjes. Doe ik alleen mijn paarse meenemen. Gewoon voor veiligheid. Nee? Niks? Heb je een secret meer to everybody? Nou ja, wel vallende eieren. Oké, nou, het moment van rust is voorbij. Hup, kom, we gaan door. Verder gaan. Niet meer aan terugdenken. Het was zo rustig en vredig. Ik wil terug. Ik maak me zorgen. Normaal gesproken, als je zo'n rustig, vredig momentje hebt gehad, dan wordt de paniek groter en groter en groter. Nou heb ik al wel waterhazards gezien, dus nou... Oh boy. Stroomhazards, waterhazards, waterdappel. Waterdappel, kom dan ga je eens eventjes hier, jongen. Kom dan ga je eens eventjes hier. Vallen! Gaat hij bezig. Oké, dus zit hier iets handigs? Nee... Oké, dus we hebben een stroomteam nodig. We hebben een watersteam nodig. En we zien wel hoe dat deze cave gaat werken. Elke cave heeft zo zijn eigen unieke puzzels. Dus nou ik zie daar weer een paar waterdappels. Oh boy. Ik wil toch eigenlijk attack team Delta erbij hebben. Dus waarom staat hij hier nou weer in het midden? Kunnen jullie wel even anders sorteren? Tot gewoon attack team Delta eventjes gewoon hier even goed zo. Oh, juist. Oké, daar hebben we dus de water. Oh boy. En daar hebben we de stroom aan die kant. Dus dat is heel erg leuk weer hier. Nou denk ik dat we hier ook wel de Bulbmin zouden kunnen tegenkomen. Maar ja, Bulbmin. Ik heb liever gewoon eigenlijk zeg maar mijn eigen Pikmin. Gewoon een heel team van 100 bij me. En dit zit ook weer vol met water. En daar zie ik stroom. En ik zie hier nog een waterdappel. Hallo. Ja, dan moet je... Wat ben je daar nou aan het doen? Nee, dan moet je deze kant op komen. Ja, kom maar. Kom maar deze kant op. Kan ik tenminste wel rustig wat Pikmin op je gooien en kan ik je rustig tenminste afmaken, hè? Dat is al een stuk beter, hè? Oké, nou vraag ik mij af. Ken ik door deze waterpijp heen? Hè? Oh, ik zie een Wallywalk. Wallywalk! Hi! Oh, die stroombeesten die kunnen daar nogal gevaarlijk zijn. Hi. Kun jij... Oh ja, jij kan daar... Niet...
Je liet me daar heel even schrikken, Makka, maar hier. Hebben we een paarse Pikmin even op je hoofd. En hou je er buiten. Hou gewoon je muil. Deurie. Nou weet ik dat stroomvijanden daar zijn. Oké, deze zijn nou onschadelijk. Oké, er zit hier dus wel een treasure. Een gele vijand nog. Daar hoeven we ons pas sorry over te maken. daar hoeven we helemaal geen sorry meer over te maken, want het is er nog maar eentje. Nou, denk ik... Ja, ik denk dat ik heel eventjes deze lange gang nog heel eventjes onderzoeken. Oh, dat kan dus niet. Oké, we moeten dadelijk onze gele team dus daar overheen gooien. En de blauwe, die mogen alles op gaan dragen. Sorry, dat even iets wat in mijn keel. Oké, gele Pikmin eventjes daar overheen gooien. Zo. Dat is dus het probleem. Dat ik zie daar ook nog waterdappels liggen. Oké, maak hem af. Goed zo. Oké, jij ook eventjes. Wat een gepuzzel hier, hè? De naaldjes, gele, die zijn nou niet echt de sterkste soort van Pikmin. Dus misschien dat ik ze eventjes kan ik heel rustig aanvallen zonder dat die Wallywalk activeert. Nee! Wallywalks. Oké, hij komt wel. Gaat hij nou terug? Oké, nee, niet swarmen. Wat een concentratie, zeg! Oké. Is het eigenlijk wel waard wat ik nou doe? Kijk, is die Wallywalk degene die die treasure heeft, hè? Zul je net zien. Oké, je hebt het verslagen. Gele Pikmin zijn de beste. Oké. Hebben we er nog eentje? Oké, goed zo. Oké, moeten we daar witte hebben? Nee! Jij gemene Wallywalk. Jammer joh. Ze zaten allemaal op je hoofd. Waar ga je nou weer naartoe, hè? Ga je nou weer wegvliegen? Scheidluis. Angsthaas. Bange poepert. Stomme kikker. Hij heeft een gele! Zo not fair! Die sprong is zo niet eerlijk. Kom hier jij, schavuit. Niks eronder. Twee? Die zaten er zo niet onder. Waarom moet ik dit met gele doen? Kom terug jij hier. Je hebt nog maar één pixel health. Jij zult sterven voor jouw daden. Jij stomme Wallywalk. Ja, hij had dus de treasure. Oké, daar hebben we dus de blauwe voor nodig. Dan denk ik niet dat er onderdeel nog iets verborgen zou liggen. Het heeft wel 3 gele Pikmin gekost. Nou, gelukkig zijn gele niet echt... Blauwe, die willen we echt niet kwijtraken. Want sommige treasures die vereisen zeg maar heel veel blauwe. En, Oké, eventjes hier even alles... Eerst eventjes dit waterteam mee. Jullie zijn... Omega Alpha, hoor mij nou. Jullie kunnen mij niks maken, dus voor jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie kunnen heel eventjes die treasure meenemen. Jullie zijn gewoon Alpha Sapphire. Ja, jullie zijn gewoon team Alpha Sapphire. Pokémon reference. Nou, dan gaan jullie nemen dan die paddenstoel mee. Voor hem hoeven we niet bang te zijn, hij doet ons niks. Thijs is een uppie. 3 gele kwijt, dat doet pijn. Hou niet van pijn. Dan hoop ik dat deze met 15 genoeg is. En dat beest daar, of die gele hier, daarover geen gele mee te nemen. Want zoals jullie weten kunnen we daar gewoon doorheen lopen op het moment dat alle treasures gehaald zijn zonder dat we de Pikmin bij ons hebben. Wat een voordeel is. 10 van... Oh, daar hadden we er maar 5 vanaf. Nou, dan gaan jullie daar even staan te wachten, niks doen. Jullie lopen. Jullie kunnen gewoon hier doorheen lopen. Nee, jullie willen fancy wezen.
Goed, we hebben een oorbel te pakken gekregen. Wat leuk. Tenminste, ik denk dat het een oorbel is. Princess Pearl. In ieder geval is het geen Princess Peach. Nou, jullie nemen dat mee. Vraag mij af. Dan hoop ik dat er nog wel wat extra kalmiteit, rustige levels zijn. Ik bedoel, deze level die was best wel pittig. Aangezien dat er zoveel puzzels waren dat we best wel moeite mee hadden om eigenlijk... Ik bedoel, we zijn 8 minuten in deze floor bezig geweest. Oké, nou, we hebben de Magic Mush. De Magic Mush. Mario zou trots op ons zijn. Gross Room. Ik maak een Mario reference en natuurlijk doet het spel ook. Oké, ik hoor het geluid, we zitten goed. Oké. Weer zo'n doolhof. Hopelijk geen waterhazards, dan zou ik een heel blij konijntje zijn. Oké, nou, wat hebben we hier dan voor hazards? Ik wil sowieso... Oké, ik zie een Puffy Blowhawk, die wil ons helemaal gaan deflaueren. Ik zie poison. Ik zie nog geen water, dus we hebben dus een attack team nodig. Maar ja, eigenlijk... Die Puffy Blowhawks... Zouden we... Met onze purples aankunnen. Maar ja, als purples worden gedeflowerd, ik denk dat ik daar eigenlijk het beste gewoon het hele andere team voor kan gebruiken. Want ik wil de andere... Ik wil team purple eigenlijk wel zo'n bloemetje laten houden. Dus ik wil niet echt te veel deflowerization hebben. Dus we nemen gewoon dit team even zo mee. Is hier iets verborgen? Hi. Eieren. Oké, mocht er gedeflowerd worden, dan is er geen probleem. Oké, dat is handig om te weten. Goed. Valerie stenen. We hebben attack team. Delta hebben we sowieso nodig. Oké. Aanvallen! Dit team is ook sterk, zat. Oh. Oké, dat is er eentje al verslagen. Mooi. Hoef ik daar misschien geen zorgen over te maken. Nee, ik weet het. Jij kan tussen de... Jij valt gewoon stiekem tussen de muren door aan. Daar ga ik... Dat risico gaan we niet nemen. Oké, dan eventjes daar... Die alvast uitgeschakeld kan dadelijk Team Delta daar even naartoe. Dus ik weet nog niet eens of daar een treasure zit of niet. Maar dat maakt niet eens zoveel uit. Dan hebben we nog de andere hek. Alleen ik ben zo bang dat die Puffy... Suffy... Ja, die gaat alles die flauw hier. Maar dat maakt niet uit. We hebben nectar daar liggen. Dus kan ik daar eigenlijk niet zo omheen lopen? Nee, daar kan ik niet omheen lopen. Ja, ja. Je bent heel veel irritant. Ik vind dit zo irritant, hè. Dat ze dat gewoon dus kunnen doen. Kom op. Dat de beest er dan ook niet even overheen kan vliegen ofzo. Oké. Dat is klaar. Ja, doe maar je blaasaanval joh. Dat maakt helemaal niet uit. Want wij gaan jou gewoon lekker helemaal eventjes in elkaar slaan. Zonder dat je de grond hebt geraakt. Dat is eigenlijk een, iets nieuws. Oké, nou hebben we hier alles... Kunnen jullie eventjes weer een nieuw bloempje geven? Nou, hoop ik dat ik ze allemaal eigenlijk een bloempje hier kan geven. Yep, ze zijn allemaal weer een bloempje. Mooi. Oké, attack team Delta. We gaan heel eventjes daar die vijand even aan de kant gooien en kijken of hier een treasure ligt. Maar ik zie de meter hier niet echt omhoog gaan, dus ik ben bang dat hier eigenlijk niet echt veel ligt. Nee, we raken niks kwijt aan poison. Hebben we ze allemaal? Volgens mij wel. Ik kan er nog achter eentje vast zitten, maar... Oké, nou, daar zit dus niks. Dus die poison die daar zit, die kunnen we gewoon negeren. Goed. Dan zouden dus hier ergens wel iets moeten zijn. Ik loop weer eigenlijk veel te snel. Ik moet het niet vertrouwen. Vertrouwen is... Oh, kijk, hier is. Er zit zo'n groot beest. Zo'n grote puffy blowhawk beest. Daar hebben we weer een poison hazard. Ah, die doloven hier altijd. Ik hou niet van doloven. Maar lekker zo'n ballerina of zo. Dan moet je sneller doorheen, hè. Oh! Waar is dat dan? Waar is dat daar, dat poison ding?
Oh, hier. Lekker vriendelijk hoor. Oké, dus we hebben daar... Oh, fijn. Er zit daar... Oh, dit zit zo niet lekker. Oh, dit zit zo vervelend. Goed, hoe gaan we dit aanpakken? We kunnen via twee kanten hun benaderen. Weet je wat? We gaan eerst naar deze. Concentratiesleutel. We vliegen daar dus wel gewoon overheen, hè? Oké, nou. Ik denk dat ik daar beter dan de andere kleur van kan gebruiken. Gewoon geel of zo. Ben je weer terug daar? Als ik hem daar nou eens afleid. Kom eens hier. Kom eens hier. Hallo. Ik heb witte Pikmin met een bloemetje. Kom dan eens hier. Nee, niet jij. Niet jij. Die andere. Wat een flamo's. Kom hier. Weet je waar? We lopen gewoon. We gaan gewoon omlopen. Screw die muur. Screw it. We hebben die poison traps daar al uitgeschakeld. Screw it. Hij wil spelletjes spelen. Oh, dan gaat hij weer... Wat is dat voor een stinkbeest, zeg? Ja, het probleem is, daar zitten die andere vijanden ook. Oké, eerst eventjes die poison hier even kijken of die in... Ja, ik heb je wakker gemaakt. Leuk, joh. Oké, nou slaapt jij weer. Jij staat daar. Ik kan daar niet naartoe. Dit is lastig, jongens. Goed. Meeste purples. Meest irritante puffy blowhugs ooit. Ja, nou, hij is weer wakker. Nee, we hebben hem gered. We hebben hem gered. Niks meer. Hij leeft nog. Serieus, windkracht 16. Aanvallen, 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 aanvallen. Dat er gedeflowerd zou worden, dat is onvermijdelijk. Maar liever deflowerization. Willen die dingen alsjeblieft niet zomaar in één keer uit de lucht komen vallen? Daar schrik ik echt heel enorm van. Daar schrik ik echt heel erg. Nee. Jij blijft gewoon aan deze kant van de muur. Jij gaat gewoon jouw verlies even accepteren. We hebben genoeg gelopen plannen nu. Jij sterft nu. Oh. Oké, team wit. Kom terug. Gaat weer ondergronds? Ja. Oké, eventjes hem weghalen. Goed zo. Oké, attack team Delta. Wat een concentratie! Heel veel stille momentjes, ik weet het jongens, maar echt... Oh, dit vrij zoveel concentratie op het moment. Oh, batterij! Hebben we ook weer gevonden. Goed. Kom op, gewoon opstaan. Laat hem niet zijn blaasaanval gebruiken. Oh, hoe zijn we hier doorheen gekomen jongens, zonder een Pikmin kwijt te raken? Oké, jullie werken even aan deze muur. Andere team even verzamelen. Jullie nemen dat koekje mee. Nee, niet de witte. Niet alle witte. Doe maar even de... Ik heb daar nog even... Trouwens, mag ik niet zo geluid. Gewoon doen. Gewoon YOLO. Mag niet uit. Gewoon doen. Ja, jullie nemen dat ding mee. Goed zo. Dat gaat ook best wel goed snel. En jullie wachten dan maar heel even... Vermaak jezelf op die muur. Waarom ook niet? Doe iets nuttigs. Aangezien dat we deze toch niet uit hoeven te schakelen omdat we daar gewoon doorheen kunnen lopen. Ik zie jullie wanneer dat de treetjes verschijnen. Zoals nu dus. Het koekje is gearriveerd. Tenminste. Het lijkt op een koekje. Wat is dit? Een koekje. In een penne... In een penne betrayed...
Kom op, je hebt Engels gehad, je kunt dit. Impenetrable cookie. Oftewel, onbreekbaar koekje. Dank je. Oké, nou dan wachten we heel eventjes nog op de 9 volt batterij. En dan zie ik jullie zo terug. Hi Purple. Waarom kom je zomaar bij mij lopen? Wat is het probleem? Hey, 9 volt batterij. Batterij. Fuel reservoir. Echt goed Engels, schat, hoor. Oké, nou, we hebben hier alle treasures, dus laten we maar gelijk doorgaan naar de volgende vloer. En aangezien dat deze... Ja, ik weet het is heel vervelend, maar deze die waren toch best wel lang, omdat het zo'n doolhof was en tot we zo moesten plannen en weet ik het allemaal nogal meer. Dus ik denk toch dat ik het ga laten bij deze aflevering. Dus. Yeah. Volgens mij zit ook weer een peace vloer. Ik bedoel, 4 was een peace vloer, dus dan zal 8 ook wel... Lijkt wel weer op de shower room. Dus misschien komen we nog een zeep tegen in de volgende aflevering, wie weet. Nee, dit is absoluut geen peace vloer. Oh mijn god, dat zijn heel erg veel. Mag ik heel eventjes... jongens. Oh! Nee! Nee! Val aan! Ik wil de aflevering afsluiten! Oké. Is homebase safe? Is homebase safe? Ja, jij zit daar lekker vast. Interesseert me niet. Voor jullie hebben we paarse potions uitgevonden. Ga fietsen. Oké. Ik denk dat we nou wel even safe zitten. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Pikmin 2. Of Terraria. Dat weet ik niet welke aflevering hierna gaat komen. Toch bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal al te zien. Ik hoop dat je veilig staat, jongens. Tot bij de volgende aflevering. Doei! Hij komt toch deze kant op, hè? Niks doei. Niks doei. Niks doei. Hij komt toch deze kant op. Nog geen doei. Nog geen doei. Oh, ik haat die beesten zo erg. Dit zijn echt mijn minst favoriete... Ja, dit zijn mijn meest gehate vijanden van Pikmin 2. Oh, ik mag nog niet eens mijn aflevering afsluiten, omdat hij zo nodig moest denken van... Oh, laten we eens heel eventjes even de aflevering einde bombarderen. Goed, nu staan we veilig. Er is geen derde. Dus, dan kunnen we rustig afsluiten. Doei!